zag ik een keer een overval op een kruidvat. Ik was er niet bij, Op tv. Wat ik op zich heel zielig vind. Ik vind het heel zielig. Want het zijn vaak hele jonge meiden die bij de kruidvat werken. Weet je, vaak is het ook hun eerste baantje. En kijk, voordat ik fulltime comedian was, zoals nu, was ik jongerenwerker. Dus ik heb wel eens gesprekken moeten voeren met jongeren die wel eens zo'n overval hebben meegemaakt. En dat is heel heftig, want je traumatiseert zo iemand en mee voor de rest van hun leven. Weet je? En sowieso, waarom zou je de kruidvat overvallen? Like, hoeveel geld haal je uit de kassa? 50 euro. Vraag me niet waarom ik het weet, maar toch. En het is dan lastig voor mij om gewoon random naar de kruidvat te gaan. Weet je? Ik loop door de kruidvat. En na zo'n 3 minuten heb ik door dat iedereen in paniek is. Want er loopt een groot zwarte man in de kruidvat met een capuchon op. En een grote boodschappentas. En ik liep te zoeken. Dus het leek alsof ik ging wachten totdat iedereen uit de winkel was. Zo kwam het over, denk ik. Weet je? En ik zag die meiden achter de kassa echt zo naar elkaar kijken van wat de fuck moeten we doen. Maar ja. Nogmaals, ik voelde me schuldig. Dus ik denk, weet je wat? Ik moet gewoon even laten weten dat het oké is. Weet je? Kan je geluid even uitwisselen? Ik moet gewoon even laten weten dat het oké is. Weet je? Met mij in de winkel gaat er niks gebeuren. Sterker nog, jullie zijn veilig. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even zeggen. Ze liep naar de kassa en ik zei, je hoeft niet bang te zijn. Die dames gingen huilen. Ik raak in paniek. Ik zei, nee, het is zo voorbij. Lang verhaal kort, ik mag niet meer naar de kruidvat.